meer als een technologiebedrijf of meer als een soort van consultancybedrijf? Want, daarna ook de vervolgvraag van uiteindelijk, hoe zorg je ervoor dat je ook als organisatie je unieke toegevoegde waarde behoudt bij interne marktplaatsen op momenten als alles staat? Ja, nou, dus ik zie, ik zeg, ja, maar Kim, wat doe jij? Nou ja, ik exploiteer een deelplatform. Dat is wat wij doen. En dat deelplatform, dat helpt bedrijven om efficiënter om te gaan met de spulletjes. Op het moment natuurlijk dat bedrijven ons platform gebruiken, ga ik ervan uit dat tenzij er een concurrent op de markt komt, zij die tool blijven inzetten. Mm-hmm. Gaan ze terug naar de situatie voorheen? Nee, want dat platform is nou juist bedoeld om die capaciteit zichtbaar te maken. Ja. Dus dat is een tool die ze nodig hebben. Kunnen ze een eigen platform gaan maken? Ja, absoluut, kunnen ze ook doen. Maar waarom zouden ze dat doen? Kunnen ze gebruik maken van een ander platform? Ja, dat kan ook. Maar we gaan uiteindelijk niet meer terug. Als je één keer die kanteling hebt in gedrag, hè, dus de bedrijfsvoering is veranderd, onder andere door zo'n interne marktplaats, dan gaan we niet meer terug naar de tijd dat die marktplaats er niet was. Of met zo'n blaadje op de muur wordt gezet of zo. Weet je wel. Nee, dat is zo'n prikbord. Dat gaat hem niet meer worden. Ja. Ja. Dus daar moet je op vertrouwen dat bedrijven in feite jouw tool blijven gebruiken. Ja.